Van de politie gaat zo dadelijk hier voorbij komen en daarachter hebben we de 8 koplopers. We gaan hier zo dadelijk de punten krijgen voor het sprintklassement. En we zien al dat die sprinter van veraf wordt ingezet. Dat gaat uiteraard om de eindzegen in het sprintklassement. Duel tussen Kees en Jetse Bol. Er gaat scherp geduelleerd worden om de punten hier voor het sprintklassement. Ik zei dat duel tussen Jetse Bol en Kees Bol. Wie gaat het halen hier om het sprintklassement? Is het Twan Brusselman die het haalt voor Jetse Bol? En daarachter komt de Kees Bol. Dus de witte trui van Piet Staal gaat definitief straks uitgereikt worden bij de eindprijsuitreiking. De huldiging aan Kees Bol van het Rabobank Development Team. Eindstand van het Piet Staal klassement, het sprintklassement. 10 punten voor Kees Bol, 8 punten voor Twan Brusselman en ook 8 punten verzameld door Jetse Bol. We gaan kijken naar het grote peloton dat zo dadelijk hier voorbij gaat komen. Na 112 kilometer koers, de mannen van Lotto Jumbo in de voorste stelling. Komen hier voorbij op 1 minuut en 50 seconden. The gap between the 8 riders in front of the race and the main group, the bunch. 1 minute and 50 seconds, de groep hier voorbij komend. Op sleeptouw genomen door Rick Flens van team Lotto NL Jumbo. In het peloton ook de gele trui van André Greipel. Daar met het hesje van de Duitse kampioen. Oh, we krijgen hier Koos Jeroen Kerst die bijna in de hekken wordt gereden. Nou. Probeert weer aan.
Welkom. Komt u uit Boksel? Uit Schijndel. Uit Schijndel? Ja, ja uit Schijndel. En u ook? Ja. Ja? En wat vindt u ervan hier? Leuk. Het is de derde keer dat we hier zijn. En dat bevalt hier prima. Het is leuk georganiseerd hier. Schijndelse organisator, hè? Klopt, ja. Van oorsprong. Ja. Of nou nog, dat weet ik trouwens niet, maar ja. En u houdt ook van sport schijnbaar? Ja, ook van wielrennen, ja zeker. Ja. Ja, dit is niet de enige wedstrijd hoor, waar we naar gaan kijken. Vertel eens. Nou, we gaan over, is dat 2 weken? 2 weken gaan we naar de Tour, hè? Oorsprong van de zeven Nederlanders blijft. En dan ga je op vakantie of is dat toeval? We gaan met een groep gaan we zo 2 dagen op een camping zitten en dan gaan we in Zeeland gaan we kijken. Ja. Heel veel plezier allebei. Ja, meneer Ganzenboom, voor de zoveelste keer in Boksel. 4e keer dit jaar, ja. Klopt. En het bevalt nog steeds schijnbaar. Het is gewoon heel erg leuk, behoorlijk veel publiek. Een beetje pech met de regen gehad, maar ja, het begint nu toch wel lekker vol te lopen. En onderweg in Liemde en ja, in Boksel staat ook erg veel volk. Dus het leeft wel, het wielren. De wielersport leeft wel in Boksel. Ja, oké. Okay. En hoe is het verder gegaan tot op heden? We hebben een fantastische week gehad. Een beetje pech gehad. De tweede dag zijn er 2 motoragenten met elkaar in aanraking gekomen en die zijn gevallen. Gaat gelukkig op dit ogenblik goed. Maar dat was wel even een smetje op het geel. Voor de rest geen klagen. Goede koers gehad. Mooie klassementen en ik hoop dat we vandaag een prachtige afsluiting hier in Boksel krijgen. Okay. Volgend jaar weer? Wie weet. Als het aan ons ligt, staat Boksel weer op het lijstje. Oké, okay, en de Bokselse bevolking is heel erg tevreden. Ja, ja, dat hopen wij ook. Zometeen even kijken naar de wagens met schaliegasstekers erop. Ik weet niet of het al opgevallen is, maar ja, dat is een extraatje wat we doen. Ster ZLM Tour, gas erop, maar geen schaliegas. Oké, okay, bedankt. Graag gedaan. Een echte bokselaar. Ja. En die komt dat wielrennen kijken. Ja, gewoon vlakbij, dus dat is zo gedaan. Ja. Bent u ook een wielerfan? Ja, gewoon liefhebber en een keer kijken. En, ik heb wel een jaar gedaan met het toerspel. Dat ging toen goed, behalve de laatste week. Toen ging ik weer naar beneden. Hoe vindt u ervan dat het in Boksel georganiseerd wordt? Ik vind het wel mooi. Je kunt mooi een keer kijken. Want er zit... Er komt zoveel bij kijken. Hè. Dan zie je hoe ze het allemaal opstellen en alle politiemotors en de wagens allemaal. En het is wel heel veel. Oké, okay. Veel plezier nog. Ja, dankjewel. Ja, komt ie aan. Medevluchters die in eerste instantie ook deel uitmaakten van deze groep. Nog 40 kilometer afleggen gaat hij voorbij komen in sneltreinvaart. Jesper Asselman. En hier de achtervolgers met Twan Brusselman, met Ronan van Zandbeek, met Cyril Lemoine, met Jetse Bol, met Sander Cordeel, met Nicolas Maas. Gaan hier voorbij komen met nog 2 grote omlopen af te leggen. En daar de geel-zwarte mannen van team Lotto NL Jumbo, ook in de voorlinies, de mensen van Lotto Soudal. Komt van Etix Quickstep. We hebben nog 40 kilometer afleggen. In derde stelling, vierde stelling rijdt de gele truidrager André Greipel. Met Marcel Sieberg daarbij 1 minuut en 3 seconden. 1 minute and 3 seconds. The gap between the leader and the main group, the bunch. Ja.
Dan ook nog een geneigd komt in. We reizen naar het zuiden, het mooie Afrika. Maar wij is een elftal opgestaan. De beste spelers die ons landje kent. En ook die speciale actie maken een unieke selfie die te maken heeft met de Ster ZLM Tour. Plaats de foto op Twitter en op Facebook onder vermelding. Oranje helden zijn de nummer 1. De baas over de velden, dat zie je toch meteen. De vleugels en van Persie in de punt. De maten en de tegenstander heel. Wij zijn sterk als een leeuw. Hey, twee kinderen. Zijn die aan het wielrennen kijken? Ja. Ja, en vinden jullie het ook leuk? Ja. Wat vind je daar leuk aan? De fietsers rijden hard. Wat zeg je? De fietsers rijden hard. En met de fietsers rijden. Hé, hey, maar ik hoorde jullie uit België komen, is niet? Ja. En hoe komt het dan dat je uit België helemaal hier naartoe komt? Ja, we zijn niet met de voet, maar we met Wilco mee moesten. Oh, en jij? Wij wonen in Reti, in België. Jij bent zijn zusje? Ja. Hé, hey, en in België is altijd heel veel wielrennen, hè? Nee, nooit. Nooit. Het is Nicolas Maas van Apex Quickstep die in 2013 het algemeen klassement voor de World Port Classic op zijn naam wist te schrijven in 2012 in Moorsleden won. Onlangs nog een mooie tweede plaats in de Heistse Pijl in Heist op den Bergen, de provincie Antwerpen uiteraard ook. Ja, ja. Fiets je veel? Nou, ik doe wel leuke afstanden. Voor toertochten mee rijden. Ja. Komt u vandaan? Berlikum. Op zij van Sergemos. Oké. Ja, volgende week zondag, dan heb ik ook een mooie tocht. De start van de Tour in Utrecht. Daar ga ik ook mee rijden. Ga ik de eerste route mee rijden. Halfweg terug en dan ja, toch een beetje ervan proeven. Oké. Ja. Heel veel plezier. Ja, dank u wel. Complete peloton met ook nu weer steeds de mannen van Lotto NL Jumbo op kop van dat grote peloton. We hebben nog 20 kilometer exact af te leggen. 20k to go. Met voorin tussen de gele tricots van Lotto NL Jumbo ook uiteraard de gele trui van André Greipel, man van Lotto Soudal, de Duitse kampioen.
En het peloton gaan we hier de bel geven voor de laatste 20 kilometer. Still 20k to go. Mannen van Lotto en El Jumbo op kop van het peloton gaan we de laatste omloop in. Gaat hier allemaal voorbij komen onder aanvoering van Rick Plens. Hier het grote peloton. Met daarin ook uiteraard de drager van de gele leiderstrui, André Grijpo. Hier de mannen van MTN Quebec aan de laatste ronde. De Amerikaanse kampioen Mathieu Busje nog één ronde te doen. Last lap, ultimo giro, laatste ronde, dernier tour. Doorkomen zojuist ook van Jonas Alstrand van Cofidis op achterstand hier. We gaan de man die lekker heeft gereden hier voorbij zien komen. Dat is nummer 106. De wielerfanaat, absoluut, ja. Ja. Genieten van de wielersport. Okay. En dan vandaag weer een prachtige wedstrijd. De Ster ZLM Tour. Een wedstrijd waar je van kunt genieten. Jammer dat Koen niet meedoen, maar had graag. Dat was mijn vraag. Waarom doet Koen niet mee van dit jaar? Hij had graag mee willen doen, maar ja, de ploegleiding beslist. En hij moet de Ronde van Zwitserland rijden. Of hij mag de Ronde van Zwitserland rijden. Had voorbereiding voor de Tour de France. Dus, en dan doe je dat, hè? De wethouder van Wanrooy. Ja. Maar wel binnen. Wel binnen. Ja, ja, we zitten even met elkaar hier een beetje te kletsen. Dus het is eens in de 20, 25 minuten komen ze langs. Dus dan snel naar buiten. En dan weer even met elkaar hier binnen hokken. Ja, dat klopt, ja. Oké. Ja. En ik zie bijna het hele college is hier. Ik ga er even door. Ja. Wielerfanaat. Ik ben echt een wielrenfanaat. Ja, ik wielren zelf ook. Dus ik vind het keileuk om te zien. Ja. Wat doe je dan, Peter? Nou, ik heb ook een wielrenfiets. Dus zondag staan trekker ook altijd op uit. Dus... Ja, ja. Bijna even hard als deze lui, maar niet helemaal. Niet helemaal. En het college heeft natuurlijk besloten dat de ZLM Tour weer in Boksel mag komen. Belangrijk voor Boksel. Ja, nou weigert hij. Nou weigert hij de hapjes. Pak ik er een. Ik zal hem bewaren voor jou. Ja? Ja, het zou mooi zijn als het volgend jaar weer hier naartoe komt. Het is natuurlijk een hartstikke mooi evenement en kunnen we ook wel zien buiten aan de vele toeschouwers die langs de kant staan. Ja, ja, want heer Ganzenboom hebben we ook gevraagd net, maar die is ook heel enthousiast over Boksel. Nou ja, dat kan ik me wel voorstellen, want als je kijkt ook naar dit weekend, hartstikke veel evenementen en ja, dit is ook weer een schitterend evenement. Ja. Echte supporters. Ja. Echte supporters. Vanmorgen al in Eindhoven. Ja, we zijn begonnen op strijp S. En ja, fantastisch. Handtekeningen jagen. Zien hoe de ploegen zich klaarmaken. Gruipel een beetje bozig uit zijn caravan zien komen. Had niet zoveel zin om mensen een hand te geven. Ja, en uiteindelijk hebben wij de wedstrijd vanuit de auto beleefd. We zaten in een van de gastenauto's. Ja, het is een soort dollemansrit door de Oost-Brabant. En uiteindelijk zijn we hier voor de deur van Brabant Centrum afgezet. Zo. En hij zit daarachter de man aan de leiding, Matt Bremmeyer. Hij gaat hier aan de laatste honderden meters beginnen van de grote finale van de slotetappe van de Ster ZLM Tour.
The rider in front of the race is the rider from Ireland, from MTN Quebeca, Matt Brammeyer. Gaat hier zo dadelijk over de aankomstlijn komen en wint vandaag hier de slotetappe. Hij verschalkt het peloton. Geweldig applaus voor, big applaus voor Matt Brammeyer. En kijk eens wat hij blij is met zijn mooie overwinning vandaag. Dan gaan we nog een sprintersfestival krijgen. De mannen, de rappe mannen voor in het peloton vanaf de tweede plaats in de wedstrijd. Voor de overige ereplaatsen. Hij zit hier André Greipel, de gorilla op kop van het peloton in de gele trui, die zich wil verzekeren van die tweede plaats. Het is André Greipel, wint hier de Ster ZLM Tour. Werd hier gepeloteerd door Gregory Henderson, zoals dat heet. Eind de zege in de Ster ZLM Tour voor André Greipel. Twee knappe dames, rondewissen. Stel je eens even voor. Mijn naam is Demi Dingmans, ik kom uit Zeeland en ben 20 jaar oud. En mijn naam is Lenneke Nijs en ik kom ook uit Zeeland en ik ben 19 jaar oud. En is dit de eerste keer dat jullie dit doen? Nee, dit is voor mij de tweede keer. Voor jou de... Zesde keer. Zesde keer, ja, klopt. Zo. En wat beweegt jullie om dit te doen? Of word je daarvoor gevraagd? Of heb je daarvoor gesolliciteerd? Hoe gaat dat? Nou, mijn tante werkte bij de ZLM en ze wou het zeg maar zo dichtbij mogelijk houden zeg maar, qua organisatie. En ik ben het nichtje van, dus toen zei ze van, vind jij het leuk? En toen had ik Lenneke gevraagd of zij ook mee mocht doen. En ja, zo doen we. Dat is weer Adriaan. Heb je ook nog hoop dat een hele knappe wielrenner of zo wint? Ja. Ja, Poppel, maar die heeft nog niet gewonnen. Ja, of Kittel natuurlijk, maar Kittel... Ik denk niet dat hij wint vandaag. De winnaar van de slotetappe, de vijfde etappe, Eindhoven-Boksel, geeft een geweldig applaus. Met Wemmeyer van Uitrend Rebecca. En die de felicitaties krijgen, de Bloemendal. De winnaar van de etappe vandaag, de prachtige solo in de finale. Uiteindelijk beloond met die mooie zegen. Geweldig applaus hiervoor met Brammeyer uit Ierland, de voormalige Ierse kampioen. Verschalkte vandaag met een complete peloton met die mooie zegen. How hard was it maintaining the gap in the last case, the final case? I had to go super deep there, you know, in the last 5Ks. There's a couple of guys trying to catch me, and I knew at that moment, you know, from like 5 to 3Ks, if I could hold the gap, then there was a chance, and yeah, I managed to do it, actually by, I think, 8 seconds or something, so it's good. A smooth end of a tough week. Yeah, like I said, you know, I was a little bit sick last week, and the first few days I wasn't really good, so yeah, I was a little bit demotivated the last couple of days, and also, you know, with the weather today, we started and everyone was a little bit miserable, so yeah, to finish like this, it's fantastic. Irish weather. Thanks. Het podium om zo dadelijk te kunnen gaan huldigen. De nummer 3 in de eindstand geven we een geweldig applaus voor Reno Hoffman van Lotto NL Jumbo. Gisteren de fraaie ritwinnaar in de etappe van Vergé naar de Barrage de Vazilep op de stuurkant van Vazilep. En ook deze prachtige sculptuur uitgereikt door Anton Ganzenboom namens de organisatie. Wel nu de kussen voor Moreno Hoffold heeft zich deze week volop een voorraad laten zien. Van Team Lotto.nl Jumbo op de derde plaats. We gaan zo dadelijk de presentatie krijgen van de man die op de tweede plaats is terechtgekomen. In de internationale Ster ZLM Tour Grote Prijs, Jan van Heeswijk. Toen heeft uiteraard de presentatie van de Bloemenwijkers. Hij staat al direct hier op het hoekje. We gaan hem zo dadelijk verwelkomen met een geweldig applaus. Maar op de tweede plaats van Apex Quickstep heeft Yves Lampaert. Op de vorige jaar wilde ik de Arnhem Veenendaal Classic. Mooie woorden van
Anton Gansbo aan het adres van de nummer 2 in de eindstand van deze 29e editie van de Sterkzettelen Tour. Grote prijs, Jan van Heeswijk. En ook hij krijgt uiteraard die welverdiende kussen. We gaan zo dadelijk over naar de laatste huldiging van vandaag. Dat wordt de eindwinnaar, de opvolger van Philippe Gilbert, die vorig jaar de eindzegen wist te grijpen. De man die twee etappenzegens op zijn naam schrijft in deze Sterkzettelen Tour, door grote prijs Jan van Heeswijk, gaan we zo dadelijk op het hoogste podium krijgen. De eerste presentatie van de Genetra. Zodat ik plaatsneem op de hoogste treden. We gaan hem verwelkomen met een oorverdovend applaus. Boksel, laat u horen voor André Grijpel. En Ruki van Heeswijk. De Genetra gaat zodat uitgereikt worden door Bram de Jong. En Jan van Heeswijk, mag je Ruki van Heeswijk even naar voren komen. Om André Grijpel te kunnen feliciteren. Ik krijg de eer en het genoegen om André te mogen feliciteren. En het prachtige beeld had hij al in zijn handen gedrukt gekregen. Van beeldende kunstenares Marion Kolen. Prachtig podium met op de hoogste treden André Grijpel. En gaat uiteraard nu een oorverdovend applaus losbarsten. Nogmaals, Boksel, laat u horen voor André Grijpel. Voor Yves Lampaard, voor Moreno Hofmans, voor Victor Kampenaerts. Ik heb enige vragen. Ze gewinnen heute, dat is goed, maar wat betekent eigenlijk zo een sieg hier? Gut, es kommt nicht so oft vor, dass ein Mann als Sprinter Rundfahrten gewinnt. Und ich denke, dass das Team das Ganze möglich gemacht hat. Und ja, ich denke, dass wir alle ziemlich stolz darauf sein können. Und eigentlich ist es eine Vorbereitung für das große Arbeit Tour de France. Und was ist Ihr Ziel? Ja, ganz klar, wir wollen zur Tour und eine Etappe gewinnen. Das ist das Ziel. Ich denke, unser Sprintzug ist in einer sehr guten Verfassung und wir versuchen ja, einfach dort weiterzumachen, wo wir heute aufgehört haben. Vor zwei Jahren waren Sie Dritte für das grüne Trikot. Und was ist Ihr Ziel mit das grüne Trikot dieses Jahr? Wir wollen eine Etappe gewinnen. Okay, das ist ganz schön. Ich wünsche dich einen schönen Tag und einen schönen Tour de France. Danke. Anton, jouw plaats gewonnen. Dank u wel, Rien. Je stem is een beetje slecht geworden deze week, maar daar komt genoeg herstel voor. We gaan de komende weken genieten van de Tour. Maar ik wil vandaag van de gelegenheid gebruik maken om allereerst de renners te bedanken voor de geweldige wedstrijd die zij ons hebben voorgestoken. Chapeau. Voor de rest, vandaag hier in Boksel, als vanouds, veel publiek, een prachtige ambiance. Wethouder van de Wiel, bedankt voor de gastvrijheid en alle vrijwilligers die hier vandaag in Boksel geweest zijn. Zonder jullie had er geen wedstrijd geweest. Bram, gaan we nog iets vertellen aan de mensen? Blijf in ieder geval bij deze mooie wedstrijd. En volgend jaar gaan we weer als hoogstkundige optreden. Dus voor volgend jaar kun je weer deze mooie wedstrijd organiseren. Heel goed. Sterkzettelend hier volgend jaar wederom op het programma. Iedereen die hier aanwezig is geweest, ongelooflijk bedankt. En voor nu, wel thuis. Dank u wel.